Goeiedag allemaal, daar zijn we weer. Consistent, hè? We blijven doorgaan. Wat een tijd, hè? Wat een tijd. We hebben hier drie mooie pakketten. Ik ga gewoon mijn lichaam daarmee blokkeren. We hebben vandaag drie mooie pakketjes. Ik zweet me de pleuris. Ik zie er niet uit, maar het zal wel. Het is bloedheet. Het is 27 graden hier in mijn kamer, volgens de thermometer. Oh, 28 graden. Zat om de hoodie aan te houden. We moeten de merch representeren, hè? We houden hem altijd aan. Ik ben gek in mijn hoofd, ik weet het. Mijn haar is lang genoeg om een matje te groeien. Ik kan binnenkort bij je nieuwe kids figureren. Future verwachten. Maar we hebben mooie teams. We hebben mooie teams die we gaan openen van de Pokémon Go setjes. Maar daar ben ik benieuwd. Laat me vooral in de comments weten welk team jullie zijn als jullie Pokémon Go spelen. Zijn jullie team rood, team geel of team blauw? Laat het mij vooral weten, weet je. Ik ben benieuwd. Ik ben zo'n vieze team blauw. Iedereen haat me, iedereen spuugt me uit. Maar het zij zo, weet je. Ik doe me geen reet. Ik vind blauw gewoon een mooie kleur. Daarom koos ik het. Maar zeg maar wat jullie zijn. Zeg maar wat jullie zijn. En we gaan lekker beginnen met packen. Let's go! Zo. We hebben nu eventjes neergezet wat we allemaal in die box hebben gekregen. We gaan beginnen met team geel. Daar hebben we een mooie pinnetje gekregen van Moltres. Van Zapdos. Goedemorgen. 6 pakjes. En een mooie spark. Als mijn camera wat focussen. Dan gaan we naar team rood. Met een hele mooie wel Moltres pin. Ik vind hem oprecht mooi. 6 pakjes. En een Candela. En dan mijn teampje. Natuurlijk Blanche. Ik hou wel van een Dan Blanche. Lekker toch. Hier een Articunootje. En ook weer 6 pakjes. En we gaan ze één voor één voor set gaan we ze openen. Dus we gaan kijken welke set we de leukste kaart uit krijgen. We gaan beginnen met team geel. Dan gaan we team rood doen. En dan gaan we team blauw doen als afsluiter. Zo, de packs zijn gesorteerd per team. En dan gaan we lekker beginnen met packs openen. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga jullie even een kleine challenge geven. Mochten wij 50 likes krijgen op deze video, ga ik een 100 euro mystery box weer bestellen. Mochten jullie dat lukken, mochten jullie er zin in hebben, laat vooral een like achter. En dan gaan we misschien een mooie mystery boxje weer een keertje halen. Maar voor nu gaan we lekker packs openen. En algemeen liken, weet je, maak me blij. En er zijn weer heel veel subs bij. Gezellig. Ik ga gelijk een pakje erbij pakken van Team Geel. We hebben weer veel subs erbij. Ik weet niet waar jullie vandaan komen. Maar jullie zijn poepjes. We hebben hier een QV-jeetje. Oh jeetje. Sorry wat beter. Nee, beter hier neer. Ik kom niet aan mijn woorden, jongen. Het is niet goed. Het is de hitte, jongens. Zelfs tijdens de hitte ben ik er, hè. Zelfs tijdens de hitte ben ik er. Dit is wat makkelijker. Kijk. Dit is wel beter. Een egg incubator. Kom op. We gaan kijken of we wat leuke dingetjes gaan poelen. Gaan we een dittootje vinden deze video? Ik hoop het wel. We gaan kijken. Gaan we gelijk al? Nou, geen ditto jongens. Maar wel een leuke Pikachu. En een... Oeh, een Melmetal V. Die hadden we nog niet. We gaan misschien wel de set compleet maken langzaam jongens. Nog geen Mewtwo. Maar wel een mooie Melmetal V. Oh, ik sla de camera. Sorry jongens. Gaat het? Jullie doen het nog. Jullie zijn niet aan het bloeden. Hoop ik. Spijt me. Vergeef mij. Ik ga de mooie kaarten ga ik respectief bij de kaarten leggen van de trainers. Zo. En dan gaan we kijken welke trainer, welke team de beste kaarten heeft gepoeld. Dan gaan we zo lekker op die manier checken. En aan het einde van de video gaan we even een soort recapje doen. Even herinnering. Kijken welke team toch de beste packs heeft geopend. Zo. Ik neem dit op rond de tijd dat het zo'n 36 graden gaat worden in het land. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Voor de slanke mensen. Ik hoop dat jullie genieten. Voor de wat vollere mensen zoals ik. Hou vol. Tenminste, ik kan niet tegen de hitte. Ik hoop jullie wel. Deze Eevee houdt het wel vol. Gek beestje. Maar ik heb een airco nodig. Gelukkig heb ik een airco op werk, dus ik overleef wel. Kijk, ik vind dit kaartje leuk, man. Gewoon Smeargle die weer even tevoorschijn komt. Net zoals in Pokémon Go, dat als je een foto maakt dat je kans hebt om hem te krijgen. En een normale Melmetal. Waarom ook niet, hè? En voordat ik deze video maakte, de dag ervoor, toen ik in de winkel stond. Ik was gisteren aan het werk. Toen kwam er een jongen, die was even iets aan het kopen bij ons in de winkel. En die kwam vertellen van ja, mijn vriendin kijkt je video's. Ik kijk soms even mee. Geweldig man, ik vind het zo leuk om jullie te horen in het echt gewoon van, hey, ja, ik herken je man. Oh, dat maakte me zo blij. Hij was van, hey, ik herken jou.
Jij maakt van die video's. Ik kijk je. Holy shit. Oké. Dit is een mooi kaartje, jongens. Radiant Venus, hoor. Die gaan we zo even slieven. En een. Oeh. Jeetje. Een lure module. Wel stom dat het die gold is. Maar het is wel een gouden kaartje, jongens. Ik weet niet wat die waard is. Maar we poelen in één pack. Een zieke combo. Gewoon een wambo combo swap. Dit is wel vet, man. We gaan ze even slieven. Nou, team Geel ziet er goed uit, hoor. Jeetje. Ik ben sowieso benieuwd naar welke team jullie zijn. Hier hebben we een 7QT'tje. Ik ben vooral benieuwd welke team jullie kozen en waarom. Weet je, ook waarom? Waarom ben je dat team? Ben je team rood omdat je vrienden het zijn? Ben je team rood? Want Moltres is je favoriete van de drie legendaries. Hou gewoon van de kleur rood. Ik vind Articuno persoonlijk van de drie legendary birds het mooist. Alleen, het ligt er een beetje aan. Geanimeerd, een goede animatie op Moltres lijkt mij dat Moltres gewoon een fucking vette phoenix is, weet je. Een mooie vuurvogel. We hebben hier een Alolan Raticate. Volgens mij hadden we die al. En we hebben hem. Charizard. Nou, het is in ieder geval een Charizard. Een kaartje die niks boeit. Een 2W6'je. Dat is geen goede presentatie van mij. Het spijt mij. Het spijt me zeer. We hebben hier een grasenergietje. Een rare candy. Nou, mijn lamp staat op een powerbank. Maar de powerbank is leeg. Dus we moeten het even doen zonder mooie felle licht. Ik hoop dat jullie het hiermee ook kunnen doen. Ik bedoel, we hebben licht. Hè? We kunnen zien. De camera doet het goed. Kom op. Alleen hebben we wat meer schaduw waar ik op moet letten. We hebben hier een reverse holo Magikarp. En een holo Pikachu. Zo. Een KL kaartje. 1, 2, 3, 4. Hoppa. En we hebben een Steel Energy. Een Ariados. Een Blanche. Een Steelix. Blijf een mooie kaart. Ik vind deze zo leuk. We hebben een Meltandje. Kom op. Oh. Wel een reverse Squirtle. Volgens mij heb ik mijn camera echt shit daarnet zo. Wel een reverse Squirtle, maar we poelen geen ditto's meer. Maar wel een stomme Blissey. Die hoef ik niet. Kijk, hoe Squirtle. Woe. Oké, nou, team Geel. Hij begon sterk. Daarna zwakte we wat af, maar het was het nog steeds waard. We hebben nog steeds drie mooie kaarten van team Geel. We gaan nu beginnen met de team Rode packs. Wat heeft team Valor ons te bieden? We hebben hier een 7-7-Q. 1, 2, 3, 4. Weer een stomme V-star kaart. Oh, ik tap steeds de camera aan. Zo, weg met die V-star. Een Steelix. Een Xhaakhoedje. Een raar snoepje. Ik bedoel, als het een raar snoepje is, dan zou ik hem niet innemen. De kaarten zijn wel leuk. De Eevee en de Pikachu en zo. Het zijn hele leuke kaarten. We hebben, een Reverse Holo Tyranitar. Die hadden we nog niet, als het goed is. Oh, en een Venusaur. Natuurlijk, de kaart die ik het coolst vind, laat ik vallen. Zo. Een QPC. 2, 3, 4. Kijk. Een Water Energy. Een Candela. We hebben hier een Lunatone. Kom op. Weet je wat? We gaan er gewoon wat sneller doorheen. We hebben ze allemaal wel gezien. Leuk Eevee'tje. Kom op. Weer geen Ditto. Maar wel een Slaking V. Ja. Ja. Dit is geen kaart van bizarre waarde. Het is leuk. Hè? Het gaat maar op de stapel van Team Rood. Dan hebben ze tenminste nog wat, weet je. Kijk, we hebben hier een QLL'tje. Een klululu. Een klululu. Een Fire Energy. Een Ivysaur. Een Unvisant. Een Ambipommetje. Die is lekker aan te hangen. Altijd die hangjongeren. Die wordt er toch schaatsiek van. Kom op, reverse Dotto. We hebben een reverse Dittootje. Een reverse, zoals ik net zei, blijkbaar een Dotto. Jullie kunnen het zien. Dit kleine logootje, Hiro, is een Ditto. Ik weet niet hoe goed mijn camera focust. Volgens mij voor geen meter. Maar we hebben hem. Nou, ben ik er van mening dat we de sticker er niet van af moeten halen. Mochten wij nog een Ditto poelen, dan haal ik hem eraf. Maar Newmon heb ik nog niet. En Newmon, die wil ik graag erop houden. Dan weten jullie dat. En we hebben een Articunootje. Het verkeerde team. Verkeerde team voor Team Rood. Een ZTX'je. 2, 3, 4. Ik zweep me de pleuris, jongens. De opofferingen die ik maak voor de video. Ik hoop dat het waard is. Ik hoop dat jullie in ieder geval genieten ervan. Lekker jullie ontbijt aan het eten zijn. Of jullie lunch. Ik heb nog wel eens gehoord dat mensen mijn video's kijken terwijl ze lekker aan het lunchen zijn. Dat moet ook kunnen.
Ik hoop dat jullie lekker eten. We hebben hier een Pokestop en we hebben een Lapras. Oké, team rood, team rood. Zo. Het ene laatste pakje. Een HQX van team rood. Kom op. Kom op, team rood. Jullie kunnen het. Een Psychic Energy moet ik eigenlijk niet zeggen. Want ik ben team blauwe, weet je wel. Hier, Blanche. Die hoort bij mij. Kom op, Bulbasaur blijft geweldig. Hier hebben we een normale Mewmel. Kom op. Wat hebben we voor reverse holo? We hebben een Piddle. Het is geen ditto natuurlijk. Maar we hebben hem wel. Een reverse. Een holo Tyranitar. Dus dan heb ik hem niet en dan heb ik hem dubbel. Laatste pack van Team Rood. Op hoop van zegen, jongens. Maar vergeet vooral niet die like achter te laten, hè, als jullie die Mystery Box willen zien. We eindigen hier met een 664. Met een 66664. Net niet het duivelnummer. Net eentje te veel. Ik ben wel benieuwd. Ik heb alweer een keer zin om een Mystery Box video te maken. Het is gewoon duur. Het kost veel centjes. Heel veel centjes, maar ik vind het waard, want ik vind het heel leuk om ze te openen. En volgens mij vinden jullie die video's erg leuk om te kijken. We hebben hier een reverse holo Venusaur. En een Blissey alweer. Stomme Blissey, ik wil je niet. Liever die reverse holo Venusaur. Ik vind reverse holo Venusaur sowieso een legend. Tenminste, Venusaur algemeen. Nu gaan we naar team blauw toe. Op hoop van zegen dat mijn team mijn back heeft. Op hoop van zegen. We hebben hier een T4X. 1, 2, 3, 4. We moeten niet te veel achter doen natuurlijk. Een Dark Energy. Een Univazan. Kom op. Een normale Lurmel. God, gloeiende. Dit kaartje blijft toch leuk, die Charmander. Is toch mooi. Maar jullie willen zien wat voor speciaals je poel. Ik poel een Rare Candy Reverse Holo en een Pikachu. Een Holo Pikachu. Dit Team Blauw. Kom op. Huh? Stel me alsjeblieft niet teleur. Alsjeblieft, we hebben hier een RGG. Zo. Come on. Een blauwe energietje. Kom op. Ik word gewoon nerveus hiervan, jongens. Ik word gewoon nerveus. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar jullie zitten hier natuurlijk niet. Dus ik snap het wel dat jullie niet nerveus worden. Een reverse holo Blastoise. Als er nou eventjes een Radiant Charizard poelen. Zou leuk zijn. Maar we poelen een Dragonite V-Star. Oké. Blijft een mooie kaart. Het blijft een hele mooie kaart. En een mooie Pokémon uiteraard. Dragonite. Maar geen Mewtwo. Geen Mewtwo. We hebben hier een TMP'tje. 1, 2, 3, 4. Zo. Oh. Tik de microfoon aan, dat spijt me. Kom op, we hebben hier een Charmeleon. Kijk, dat is gewoon een hint dat hier een Radiant Charizard aankomt. Ik ruik hem. Ik krijg het een beetje verbrand, weet je. Come on, ach godverdomme. Nou, je ziet het al. Potverdikkie. Dat is toch helemaal niet wat ik zoek. Weet je, geel had een sterk begin. Misschien eindigt blauw sterk, weet je. Oh, het is al een V-star kaart. Dat is al slecht nieuws eigenlijk, hè? Dat is wel eigenlijk al slecht nieuws. Nou, kom op. Candela, Team Rood. Kom op. Ik ben een beetje nerveus. Ik knijp hem. Oh, doe ik het weer. En een... Oeh, een mooie Dragonite V. Kijk, die hadden we nog niet. Oké, Team Blauw, ik zei het je, het wordt sterker. Ja, dat is een mooi kaartje. Die gaat gesleeved worden, jongens. En terwijl ik... LMR. Terwijl ik de ene laatste pack open van Team Blauw. Ga ik jullie even een leuk verhaaltje vertellen. Bij mijn werk... We verkopen natuurlijk Pokémon kaarten. Maar ik ken er wel eens kinderen gehad die dan gewoon even naar de balie lopen en dan zeggen... Jullie verkopen nepkaarten? Hoe kan dat? Nou, ik kan je zeggen, wij verkopen geen nepkaarten, vriend. Maar ik ga er echt stuk om. En ook gewoon helemaal mij proberen te overtuigen. Van, ja, het zijn echt nepkaarten, want dit en dat. Nee, vriend. Maar we hebben wel een Melmetal V-Max, hoor. Hoppakee. Ik vind deze kaart zo onduidelijk. What the fuck? Ik weet niet eens waar ik naar moet kijken. Het is een Melmetal V-Max, zoals er boven staat. Ik vind het alleen een slordige kaart. En dan hebben we nog het laatste Team Blauw pakje. Op hoop van zegen, jongens. Zo. Een NM6. Ik hoor gewoon de ijskomman. Wat doet de ijskomman hier? Het is niet eens avondetenstijd. Zo, we hebben een waterenergietje. Een Spark. Een Chansey, oftewel een Chansey. Een Xatu.
Kom op, de laatste pack. Moet toch wel mooi zijn, toch? Moet toch mooi zijn? Moet toch mooi zijn? We gaan hier even een dittootje poelen, weet je? We poelen nog echt een ditto ook. Nou, ik ga mijn belofte nakomen. Wat zit ernaast? Een coole Gyarados. Oké, ik ga mijn belofte nakomen. We gaan hem pielen. Daar gaat de Bidoof. We gaan hem openen. Zoals jullie zien, is het een sticker. En wat zit er achter die Bidoof? Een ditto! Een hele coole ditto. Hij is toch mooi? Kijk, we kunnen hem wel weer terug doen. En dan doen we alsof we hem nooit geopend hebben. Maar dit is toch vet, jongens. Dit is toch een vette concept, zo hoe ze dat bedacht hebben. We kunnen hem gewoon eraf spelen. En hebben een hele leuke ditto om naar te kijken. Hoppakee. Het is een mooie aanwinst. Team Blauw en Team Rood hebben in ieder geval allebei een ditto. Nou, we gaan beginnen met de aanwinst van Team Rood. Team Rood heeft Slaking V. Of een Slaking. Een Slaving V. En een Newmol. Oftewel een ditto. Niet verkeerd, maar voor zo'n pack, grote pack. 6 pakjes, 2 hits. Waarvan eentje een reverse holo is zelfs maar. Niet goed gedaan, Team Rood. Niet goed gedaan. Dan hebben we Team Blauw. Mijn, dat is gewoon mijn team. 4 hits. Wat mooi is, we hebben een Dragonite V-Star. En een Dragonite V. Een hele mooie Dragonite V naar mijn mening. Dan hebben we een hele onduidelijke Melmetal V-Max. En ook een Ditto. En een Bidoof. Hè? Bidoof is een legend, vergeet dat niet. Dat is Team Blauw. En dan nog als laatste hebben wij een Melmetal V. Mooi kaartje. Een Radiant Venusaur. De enige reden die we hebben gepoeld deze video. Een 18 pakjes. Dat is heel jammer. Maar het is er één. En we hebben een Lure Module Gold. Ik vind toch persoonlijk dat ja, Team Blauw wel heeft gewonnen in deze. Niet omdat het mijn team is, maar ja. Ik vind de kaarten daar net wat nicer of zo. De Metal 4 vind ik niet zo speciaal. Dan zouden het deze twee kaarten zijn die ik speciaal vind. Maar laat weten wat jullie vinden. Ik denk, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat vinden jullie ervan? Wie vinden jullie dat jullie hebben wie er heeft gewonnen? Is het Team Geel? Is het Team Geel met de Lure Module en alles? Is het Team Rood met de Ditto? Nou, Team Rood is sowieso niet gewonnen. Die mag je niet eens kiezen. En of Team Blauw. Weet je, Team Blauw heeft mooie pools. En ik heb nog de hik ook. Dus dankjewel voor het kijken, jongens. Ik zie jullie weer de volgende video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet dat likeje niet. En dan vergeet niet te abonneren als je het leuk vond. En als je meer wilt zien. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei. Doei. Ga nou weg, joh. Doei. Ja, het video is al voorbij, jongens. Doei. Doei.